brothers do you have? Come here. Okay, who's taller? Wie is er langer? So, since I'm maybe 20 centimeters, I don't know, taller than him. Ik ben 20 centimeter langer ongeveer dan hij. Can I boast and brag that I'm closer to the sun, S-U-N, than he is? Kan ik erin roemen dat ik mij dichter bij de zon bevind dan hij? Can I boast that I'm closer to Mars than he is? Kan ik erover opscheppen dat ik mij dichter bij de planeet Mars bevind dan hij? Can I say that I don't have to travel as far to go to the moon as he does? Kan ik zeggen dat ik minder ver naar de maan hoef te reizen dan dat hij dat hoeft te doen? That's absolutely ridiculous. Dat is volkomen belachelijk. To say that a seraphim is more like God than a worm is also ridiculous. En om te zeggen dat een seraf meer is als God dan een worm is net zo belachelijk. Because again, God is not like us, just bigger. He's not like anybody or anything at all. Want God is niet zoals wij, alleen een beetje groter. Nee, hij is niet zoals iemand van ons. Let me give you another example. Laat me u nog een voorbeeld geven. Moses comes there and he is speaking with God and God sends him to Egypt. Mozes die ontmoet de Heere God en de Heere God spreekt tot hem en zegt tegen hem dat hij naar Egypte moet gaan. And Moses says, okay, if I'm going to go to Egypt, at least I need to know your name. En Mozes die zegt dan tegen de Heere, okay, Heer, als u wilt dat ik naar Egypte ga, dan moet ik tenminste weten wat uw naam is. So he says, what is your name? What do I tell them? Dus Mozes vraagt aan de Heere, okay, Heer, wat is uw naam? Wat zeg ik tegen hem? And God says, I am who I am. En de Heere die zegt tegen Mozes, ik ben die ik ben. Now listen to what he's saying. Nou luister goed naar wat hij zegt. Does it talk about his eternity? Yes. Spreekt dat over zijn eeuwigheid? Ja. Does it communicate his immutability? Yes. Betekent dat ook dat hij onveranderlijk is? Ja. But there's something even more. Maar er is ook nog iets anders. He says, I am who I am. Hij zegt, ik ben die ik ben. Now let's say that a Martian comes down to Holland. A Martian? Little from Mars. Oh. Martian. An okay. Alien. Een alien. Laten we ons voorstellen dat een Marsmannetje naar de aarde toe komt. I understand that there are many living here already. Ik begrijp dat er al heel veel hier wonen. And he comes up to me. En dat Marsmannetje komt naar mij toe. And he says, who are you? En die zegt tegen mij, wie ben jij? And I say, well, I am like him. En ik zeg tegen het Marsmannetje, ik ben zoals hij. Just taller. Alleen een beetje langer. And prettier. En knapper. Or I can say I am like him. Of ik kan zeggen ik ben net als hij. I can even say I am something like her. Ik zou ook kunnen zeggen ja, ik lijk ook een beetje op haar. If he asks me who I am. Als hij mij vraagt wie ik ben. I can point to over 6 billion examples of me. Dan kan ik ongeveer 6 miljard voorbeelden van mijzelf geven. You want to know who I am? Look at him. Als je wil weten wie ik ben, kijk maar naar hem. But when the question is posed to God. Maar als deze vraag aan God wordt gesteld, he cannot say, I am like him. Dan kan de Heere God op geen enkele wijze zeggen, ik ben net als hij. Or I am like that. Of ik ben net als dat daar. Because there is no one like the Lord. Want er is helemaal niemand zoals de Heer. And that is why images are such idolatry. En dat is ook waarom afgodsbeelden of beelden van God zo'n afgoderij zijn. Because they are a perversion of the true God. Omdat het altijd een verderfelijk beeld is van wie God is. But then 2000 years ago, maar dan, 2000 jaar geleden. Someone asked God, who are you? Iemand heeft de Heere God gevraagd, wie bent u? And he pointed down to Jesus of Nazareth. En hij wees Jezus van Nazareth aan. And for the first time in history, en voor de eerste keer in de geschiedenis. He said, I am like him. Heeft hij gezegd, ik ben zoals hij. What does it mean that God is holy? Wat betekent het dat God heilig is? Does it mean he's sinless? Betekent dat hij zonder zonde is? It communicates that truth. Ja, dat zit er ook in. But so far beyond it. Maar er zit veel meer in.
It means that there is no one like him. Het betekent dat er helemaal niemand is zoals hij. That he is supreme. Hij is boven alles en iedereen. That he cannot be compared to anyone. Hij is onvergelijkbaar. And that he is worthy of absolutely everything there is. En hij is het waard dat hij alles ontvangt, dat alles wat er is, dat dat voor hem is. That is the reason for the Lord's prayer. Dat is de reden dat de Heer Jezus ons dit heeft leren bidden. In Matthew 6. Matthäus hoofdstuk 6. How does it start out? Hoe begint het, onze Vader? Our Father who art in heaven. Onze Vader die in de hemelen zijt. Holy or hallowed be thy name. Uw naam worden geheiligd. What is Christ praying? Wat bidt de Heer Jezus daar? Because he follows up with thy kingdom come, thy will be done. Het vervolgt met uw koninkrijk komen en uw wil geschieden. He is praying this. Hij bidt dit. That everyone recognize reality as reality is. Dat iedereen zal gaan beseffen de werkelijkheid zoals de werkelijkheid is. That everyone recognize that God stands alone. Dat iedereen tot de erkenning komt dat de Heere God volkomen uniek is. And that in the heart of everyone be supreme. En dat in het hart van iedereen de Heere God boven alles staat. That everyone who breathes, breathes only for him. Dat iedereen die ademhaalt, alleen maar ademt voor hem. That every beat of the heart be for him. Dat elke hartslag van het hart voor hem is. That every breath be worship to him. Dat elke ademtocht aanbidding voor hem is. That everything that we do be for him and according to his will. Dat alles wat wij doen, dat we dat voor hem doen en overeenkomstig zijn wil. That is the reason you were created. Dat is de reden waarvoor u bent geschapen. For the glory and good pleasure of God. Voor de eer en het welbehagen van de Heere God. And the only true reality is that he is everything. En de enige werkelijkheid is dat hij alles is. He is worthy of everything and everything ought to be done for him. Hij is alles waard en alles behoort voor hem te worden gedaan. Now let's go back to my wife for a moment. Nou, laten we nog eens terugdenken aan mijn vrouw. Even though I said what I said, and even though there is truth in it. Ook al heb ik gezegd wat ik heb gezegd, en daar zit ook waarheid in. My primary motivation for kissing my wife. Mijn hoofdreden om mijn vrouw te zoenen. Has nothing to do with my wife. Heeft eigenlijk niets te doen met mijn vrouw. I show affection to my wife. For the glory of God. Ik toon liefde aan mijn vrouw tot eer van God. Because it pleases him. Omdat dat hem welgevallig is. I do not lie. Ik lieg niet. Not just because lying is wrong. Niet hoofdzakelijk omdat liegen verkeerd is. But because it does not glorify God. Maar omdat dat de Heere God niet verheerlijkt. You see, everything we do has to have a chief end or a grand purpose and design. Alles wat wij doen, dat moet een hoofddoel hebben. Dat moet volgens een bepaald hoofdontwerp en plan zijn. Jonathan Edwards said that every reasonable creature must have a reason for what he does. Jonathan Edwards die heeft gezegd dat ieder redelijk mens een reden moet hebben voor alles wat hij doet. And if he is a reasonable creature, he will choose the highest reason. En als de mens een redelijk wezen is, dan zal hij kiezen voor de hoogst mogelijke reden. And the highest reason for doing God might.